Ja, jongens, ik kom net thuis, check het nieuws en wat staat er? Een vuurwerkverbod in Rotterdam. Het is echt ongelofelijk. Ik wilde hier nog een video over maken, los van wat er vandaag in de media is gezegd. Maar ik vind het echt te bizar voor woorden om daar maar even mee te beginnen. Wat voor hetze er momenteel bezig is, wat voor anti-vuurwerkcampagnes er in de media langskomen. Voor de mensen die een beetje op Facebook zitten en zo, die zullen wel hebben gemerkt dat sinds 1 januari, eigenlijk al iets eerder, maar echt sinds 1 januari is het helemaal losgegaan. Je komt geen pol meer, die pols die komen gewoon helemaal, je strolt uit gewoon van, ben jij voor het vuurwerk of tegen het vuurwerk? En zodra de resultaten maar een klein beetje boven de tegen zitten, dus dat je bijvoorbeeld 55% hebt die graag een verbod wil, ontstaat er gelijk een uur later een artikel met het meerderheid van Nederland wil een vuurwerkverbod. Het is echt te bizar voor woorden wat er dit jaar vooral nu dit jaar gebeurt. Ik zweer het je, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is echt, ik heb er laatst ook een post van gedaan op Instagram. Het AD, RTL Nieuws, NOS, dat soort, vooral die drie zenders zijn echt... Ja, de hoofdaanstichters van wat er de hele dag door gediscussieerd wordt. Ik zal zo ook even het artikel daarover hebben hoor, op het AD. Maar ik had laatst op Instagram een post gedaan over dat het AD gewoon maar liefst 5 anti-vuurwerk artikelen had gepost op 1 dag, jongens. Op 1 dag 5 posts. Ik bedoel, ik zie mezelf al aankomen dat ik 5 Instagram berichten ga plaatsen over vuurwerk. Dan voel ik, ja, dat voel ik gewoon als overkill. Laat staan 5 anti-vuurwerk post de wereld in helpen. Om helemaal niks, want het gaat allemaal over hetzelfde. Pietje die klaagt over vuurwerk, is al jaren bang. Jantje die is bang voor vuurwerk, zit heel oud en nieuw binnen. Het gaat allemaal over hetzelfde. En wat er dus daarnet voorbij kwam, is echt het gekste wat ik heb meegemaakt. En ik laat nu ook even een stuk in beeld zien. Je ziet staan, komende jaarwisseling vuurwerkverbod in heel Rotterdam. Rotterdam is komende jaarwisseling de eerste gemeente die vuurwerkvrij zal zijn. De Rotterdamse VVD-fractie stemt in met een vuurwerkverbod en daarmee is er een meerderheid in de raad voor een algeheel vuurwerkverbod bij de komende jaarwisseling. Dit is zo erg inspelen op de discussie die momenteel wordt gevoerd. Vooral dat... Want we zitten nota bene op 7 januari. Er zijn al genoeg berichten de media ingeholpen. Waaruit blijkt dat er veel minder slachtoffers dit jaar zijn. Naar aanleiding van Oud en Nieuw. Maar door alle anti-berichten en doordat iedereen discussie voert onder die berichten. Zie je nu dus dat het wel degelijk effect heeft bij de politiek. Vooral hier stedelijk in Rotterdam. Wat ik echt totaal niet kan begrijpen. Hoe kan jij in die paar dagen hebben besloten, we gaan het vuurwerkverbod invoeren? Want ik kan zo 10.000 punten opnoemen waaruit blijkt dat ik gelijk ga hebben dat het straks gewoon een fiasco wordt. Ik bedoel van, alle ellende jongens gebeurt allemaal al van verboden vuurwerk. Wat naar hulpverleners wordt gegooid. Waar gewonden door vallen. Ja, natuurlijk zal er een keertje een pot bij zitten die op de grond omvalt en richting een omstander schiet. Maar het meeste is allemaal illegaal vuurwerk. En zo niet, dan is het ook illegaal. Want als jij nu op straat loopt en je hebt een cobra gevonden en je steekt die aan en jouw hand die knalt de half af, dan ga je niet bij de dokter zeggen van het was gewoon een cobra hoor, uit Polen. Want wat gebeurt er dan? De verzekeraar die zal dat nooit vergoeden natuurlijk, al die ingrepen en operaties die je moet hebben. Dus die cijfers zijn ook nog eens niet betrouwbaar als je het hebt over de slachtoffers. En volgens mij waren er dit jaar 42 slachtoffers door vuurwerk. Echte slachtoffers, op een hoeveel miljoenen die afsteken met Oud en Nieuw. Ik vind het wel meevallen, maar ik zeg je eerlijk, ik sta er echt van te kijken dat een grote stad als Rotterdam nu gewoon... die beslissing neemt. En je zal de komende uren nog zien jongens. Vol gaat het staan met anti-berichten. Welke stad zal volgen. Ik zag net ook al namelijk een pagina van Delft. Een nieuwspagina in Delft. Die een poll had geplaatst van moeten wij het ook verbieden. Het gaat nu als een lopend vuurtje door. Dus ik heb het ook op Instagram gezet vandaag. Ik denk echt serieus jongens. Omdat we in zo'n stom land leven. Waarin we allemaal maar huppelen naar een aantal mensen die er niet blij mee zijn.
gaat het gewoon verboden worden. Ik denk binnen nu en 2 jaar. En dat is nog lang, geloof me. Waar ik later even op zal terugkomen, jongens, is heel die 25 kilo regel. Want het is te smerig voor woorden dat er gewoon dit jaar gewoon heel veel mensen zijn een soort van opgepakt vanwege het feit dat ze meer dan 25 kilo in huis hadden. Ik wil daar nog een aparte video over maken, dus die zal er ook nog komen. Maar los van de media vind ik ook dat de politie een heel smerig spelletje speelt. Dat is gewoon mijn mening. We hebben het natuurlijk allemaal gezien met Ruben afgelopen jaar, maar ook wat je in de media hebt gelezen over dat er gewoon mensen met 70 kilo luchtgal vuurwerk gewoon een huiszoeking krijgen. Heel de straat staat te kijken van wat zijn dat voor criminelen. En vervolgens moeten die jongens gewoon urenlang zitten, gewoon een hele dag. Ik heb iemand gesproken en die video komt er nog aan, maar iemand die heeft gewoon meer dan een dag moeten zitten op het bureau. Vanwege het feit dat hij 70 kilo luchtgal vuurwerk in huis had op oudjaarsavond, jongens. 70 kilo. En als je dan nadenkt dat de King of Town bijvoorbeeld 65 kilo is, dan weet je al dat heel die 25 kilo regel te bizar voor woorden is. En ja, daar wil ik later nog even op terugkomen. Want ja, daar wil ik echt even op de inhoud op in bij jullie. Maar dat is echt wat mij heel erg heeft gefrustreerd afgelopen dagen. Omdat ik heel veel berichten heb gezien daarvan. Oh ja, ik krijg ook heel veel de vragen van mensen van ja, waarom doe je niet mee aan die petities om die te promoten en zo. Ik zelf teken ze met alle liefde. Alleen ik heb het idee dat we meedoen aan die discussie. Dus op het moment dat er een anti-vuurwerk discussie wordt gevoerd en wij gaan met z'n allen daar een tegengeluid voor geven, dan zorgt dat voor een explosie van de discussie. Of je nou voor of tegen bent, de discussie wordt groter. En daarom denk ik bij mezelf van ja, heeft het wel nut, weet je. Ik bedoel van jullie kunnen allemaal naar petitievuurwerk.nl gaan. Ik bedoel, voor mij zijn er al bijna 150.000 mensen die hebben getekend. Misschien wel meer onderhand. Maar of het helpt, ik weet het niet. Want je ziet wat er momenteel bezig is. Een grote hetze tegen vuurwerk. En laten we eerlijk zijn, alsjeblieft jongens, reageer in deze video, maar ik hoor geen knallen meer hoor. We zitten momenteel op 7 januari, ik hoor geen knallen meer. Alle troep wat van vuurwerk is, is denk ik voor 80% weg. En geloof me, ik kom in Delft, Rotterdam, Den Haag, ik kom overal, ik zie bijna nergens meer vuurwerkresten liggen. Alles is netjes opgeruimd, of het nou door de gemeente is of door de mensen zelf. Ik zie er niks meer van terug. En ja, ook het verbod op die fucking single shots en het knalvuurwerk in Nederland. Wat los je daarmee op? Ook die Cat 3 producten, die rollen. Die rollen zijn het meest onschuldige vuurwerk wat we momenteel nog verkopen, jongens. Even serieus. Vooral die matten. Die kunnen geen drol kwaad. Maar ja, de vuurwerkbranche stemt erin mee natuurlijk. Want bijna geen hond die koopt natuurlijk die matten. Dus ja, de winstmarge die zitten daar niet op. Die zitten natuurlijk op die grote compoundblokken. Dus ook de single shots, daar gaan we die toch uithalen. Weet je. Maar ik wilde jullie even hier een update van geven. Want ik moest het toch even kwijt. Zo op 7 januari. En ik zei al van, ik zal er even een post van doen hier in beeld. Zodat jullie het artikel ook kunnen zien. Maar het is dus zeker, komend jaar in Rotterdam is er een vuurwerkverbod. En ik hoop gewoon dat wij, ik ga nog niks beloven, maar dat we gewoon stoken in aflevering 1 komend jaar gewoon in Rotterdam doen. En desnoods daarna naar Apeldoorn, gewoon die twee fucking steden die totaal niet nadenken. Die gewoon totaal niet nadenken over waar de overlast vandaan komt. En ook niet nadenken over het feit van oké, we verbieden vuurwerk. Maar je kan het bij Breda over de grens gewoon kopen. En alles wat je daar kan kopen is veel heftiger dan wat we nu gaan verbieden. Oftewel, je haalt de ellende gewoon in huis, omdat iedereen straks de grens overgaat naar België. En ze halen allemaal nitraten. En ik weet ook wel, het vuurwerk uit België is voornamelijk veiliger, omdat er een langere lont aan zit. Het is ook Europees goedgekeurd vuurwerk. Maar als het misgaat met een nitraat, zijn de gevolgen veel groter dan dat het misgaat met een rotje. En als jij met een rotje naar een hulpverlener gooit, dan lacht die hulpverlener er nog om. Maar als je met een nitraat gaat gooien naar een hulpverlener, dan kunnen er wel dingen van gebeuren. Maar ja, ik moest het even kwijt, jongens. Ik vind het echt bizar. Ik zal binnenkort nog wel over met een algemener video komen. Ook met andere dingen waar ik mee zat. Maar ik wilde jullie gewoon hier even een update over geven.
omdat dit nu speelt en training is, wilde ik gewoon mijn mening hierover vertellen. Want wij zitten hier als vuurwerk YouTubers middenin. En ja, het is hoop op het beste. En ik hoop dat ze een keertje echt gaan inzien waar de ellende vandaan komt. En wat er gebeurt als de ellende, ja, dat het geen nut heeft om onschuldig vuurwerk te gaan verbieden. Terwijl de ellende gewoon in België te koop is. En Polen trouwens, maar dat terzijde. Jongens, ik wens jullie een fijne avond. Een kleine update van mij. En ja, tot de volgende video.